Tja, u zult zich wel afvragen, wat doet u in de wijk Leidse Rijn op de Kanaalstraat bij de Hospice Utrecht? Dat komt omdat Marco Franke, bewoner uit Leidse Rijn, gevraagd heeft om wat aandacht te geven aan Hovenier Helpt. Wat gebeurt hier allemaal? Dat is vandaag een bijzondere dag. Wij hebben een geveltuin laten aanleggen door Tuinrijk. En wij zijn gewend om altijd aan onze partners te vragen, kun je nog iets extra's voor ons doen? En toen zeiden zij, wij willen wel een dagje komen klussen voor niks. Een dagje klussen voor niks, nou dat is niet verkeerd. Hartstikke fijn, dus er zijn 3 tuinmannen, heel hard aan het werk. En zij zeiden, als jullie ook nog een groep vrijwilligers daarbij vragen, dan gaan we de tuin helemaal winterklaar maken. En het is een hele mooie tuin. Hoe belangrijk is het voor de mensen dat zij een mooie tuin hebben? Ja, dat is wel heel belangrijk. Natuurlijk gaat het om de gastenkamers, hè, waar mensen comfortabel zijn, waar ze verzorgd worden, waar ze zich terug kunnen trekken. Maar de tuin die grenst aan onze grote woonkeuken. Dus het uitzicht naar de tuin is echt van groot belang. En een collega van mij zei er straks nog, in de nacht is het ook altijd zo fijn dat als mensen benauwd zijn, dat ze buiten kunnen zitten, lekker ingepakt in een dekentje, dat ze gewoon de sterren kunnen zien, de kerk aan de zijkant en een beetje meer adem kunnen halen. Jullie doen dit vrijwillig allemaal. Hoe gaat het in zijn werk? Nou, er is vanuit de tuinkeur is er een actie Hovenier Helpt. Dat is 1 keer per jaar deze dag. Dus op deze dag zijn er heel veel hoveniers door het hele land heen allemaal projecten aan het helpen. En wij doen dit jaar doen we aan de hospice. Ja, want als jullie het niet doen, wie moeten het dan doen? Nou, er zijn wel enkele vrijwilligers. Maar door zo'n initiatief bundelen we alle krachten samen. He, dus op een gegeven moment wij zorgen voor een stukje gereedschap, voor een stukje kennis. En er zijn natuurlijk zoveel mensen hier zo die nou even lekker de hand uit de mouwen steken. Ad, jij bent vandaag vrijwilliger bij de Hospice Utrecht. He, lekker klussen in de tuin. Het is begonnen met regenen, dus we zijn even naar binnen gegaan. Waarom doe je dit? Dit is heel bijzonder werk. Heel bevredigend. Er gebeuren zulke mooie dingen. Kun je daar iets over vertellen, over die mooie dingen? Ja, ik ben met dit werk begonnen nadat ik mijn moeder een half jaar verzorgd heb in een dementerend en invalide. En elke avond verschoon ik ze, kleed ik erom in een pyjamaatje en dan bracht ik ze naar de bed. Dat was zo'n mooie periode, terwijl iedereen zegt van dementie, dat is zo akelig. Voor mij is het een hele bijzondere periode geweest, een contact wat je dan met iemand hebt. Dat was voor mij een reden om erover na te denken om dit soort werk te gaan doen. Ja, want nu ben je in de tuin bezig, maar verzorg je hier ook mensen? Ja, dat was echt, zijn we een heel bijzonder hospice. Hier doen de vrijwilligers echt alles. We draaien 24 uur per dag draaien we de diensten, dus ook 's nachts met de 2 vrijwilligers. En op het ene moment ben je het toilet aan het schoonmaken, het volgende moment de keukenvloer aan het dweilen. En het volgende moment zit je een heel bijzonder gesprek te voeren met een van de gasten. Of je bent hem aan het verschonen. Of kortom, gewoon eigenlijk alles wat er gebeurt. Behalve de medische handelingen, daar hebben we verpleegkundigen voor. Voor wie is Hospice Utrecht? Nou, wij zijn er voor de stad. Alle mensen die in de stad Utrecht wonen, daar richten wij ons op. En dan in het hospice natuurlijk, maar ook in de thuissituatie. Hè? Dus er is ook ondersteuning thuis mogelijk. Hoe krijg je die vrijwilligers? Nou, wij werven natuurlijk via sociale media en via de vrijwilligerscentrale. Maar er zijn ook best wel veel mensen die zelf een verlieservaring hebben gehad en die zich dan voornemen, als ik stop met werken of in de volgende fase van mijn leven of als ik dit een plek heb gegeven, dan wil ik hier ook een bijdrage aan leveren. En dat is, vind ik, ook het mooie. We zijn er voor Utrechters, maar de vrijwilligers zijn natuurlijk ook allemaal Utrechters. Niet altijd allemaal van geboorte, maar we hebben allemaal hier onze verbinding, zeg maar, met elkaar.